Op de Noord-Veluwe werken 8 gemeenten sinds 2013 samen met de provincie Gelderland, ondernemers en vele andere partijen aan tal van vraagstukken die spelen op en rond de 280 vakantieparken in de regio. Deze aanpak, Vitale Vakantieparken, heeft als doel een kwalitatief hoogwaardig aanbod te creëren van verblijfsrecreatie waarmee de regio kan bijdragen aan de gezamenlijke ambitie Veluwe op 1. Oftewel, de Veluwe wordt weer het belangrijkste vakantiegebied van heel Nederland. Op basis van verschillende onderzoeken en vele gesprekken met ondernemers zijn er 3 aandachtsgebieden waaraan gewerkt moet worden. Er is sprake van een op onderdelen verouderd aanbod. De Veluwe was een populair vakantiegebied en de gasten kwamen toch wel. Een aantal parken zijn niet meegegroeid met de veranderende vraag vanuit de markt. Dan is er de ruimtelijke problematiek. Van de 280 verblijfsrecreatieplekken is zo'n 40% kleiner dan 5 hectare en een groot deel van de parken is uitgepond. Om duurzaam te kunnen ondernemen heb je minimaal 10 hectare grond nodig. Kleinschalige ondernemingen zoeken dan andere inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld de verhuur aan tijdelijke bewoning door mensen in een kwetsbare positie of arbeidsmigranten. Ten slotte zullen er een aantal openbare ordeproblemen aangepakt moeten worden. Op zo'n 7% van de parken is sprake van een opeenstapeling van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Het gaat hier dan vooral om sociale problematiek, zoals dronkenschap, ruzies van bewoners van deze voormalige vakantieparken, etc. De vakantieparken zijn in te delen in 3 categorieën. De kopgroep bestaat uit goede parken, gerund door echte ondernemers. Zij moeten waar nodig geholpen worden om door te groeien. Bijvoorbeeld door ze als overheden goed te faciliteren, niet te belemmeren door wet en regelgeving of te helpen bij uitbreiding van het park. Aan de andere kant zijn er parken waar geen perspectief is voor een recreatieve exploitatie. Daar moeten we saneren en zorgen voor een andere bestemming. Het grootste deel van de parken zit in de middengroep. Het merendeel van die groep willen we stimuleren zich te ontwikkelen richting de kopgroep. Er zijn ook parken waarvoor geen perspectief meer is als vakantiepark. Daar moeten we tijdig ingrijpen, zodat de probleemgroep niet groter wordt. De afgelopen periode zijn er plannen en instrumenten ontwikkeld om deze kwaliteitsimpuls uit te kunnen voeren en om het proces op parkniveau te ondersteunen, wordt momenteel gewerkt aan een kwaliteitsteam, bestaande uit experts die een ondernemer kunnen bijstaan bij innovatie van het park. Een kansenkaart die zicht geeft op potenties en kwaliteiten van nieuwe zones en parken. Een regionaal beleidskader waarin gemeenten afspraken maken over hoe de ruimtelijke aspecten geregeld gaan worden. Een ontwikkelingsmaatschappij en een fonds die de gemeenten en ondernemers kan ondersteunen bij de transformatie en innovatie. Een regionaal handhavingsteam die kennis en deskundigheid bundelt voor controle en